Weer een bot op Langlet. Dit keer met Hazard. Thorgan Hazard. 83 algemeen wel. 27 jaar oud. Maar ik wil echt gewoon straight up cash, mensen. Straight up cash. Het is weer tijd voor een nieuwe Barcelona Rebuild video. Yo gasten, tof dat jullie er weer zijn. Tof dat jullie weer kijken. We gaan gauw beginnen. We spelen Europa League. Onze eerste tegenstander is Moskou, CSKA Moskou. En ik zit te denken om de uitwedstrijd de eerste te gaan simmen en dan die tweede thuis te gaan spelen. Hopelijk kunnen ze gewoon een winst pakken, want ik moet sowieso ook een competitiewedstrijd doen. En dat, welke dat gaat zien of dat gaat worden, dat zien we dan nog wel. Want we staan er gewoon niet best voor in die competitie. We staan vijfde achter Bilbao, Sevilla, Atletico Madrid en Real Madrid bovenaan. En ook met een flinke puntenachterstand. 4 punten achter op de nummer 3, gelijk met Bilbao dan. 8 punten achter op de nummer 2 en maar liefst 12 punten achter op Madrid. Dus dat is aardig wat, het is nog een flink gat. En ik denk sowieso niet dat kampioenschap erin gaat zitten. Ik wil wel voor de Champions League gaan plaatsen, dus dan moet ik minimaal 1 plek omhoog. Maar ja, we willen zoveel mogelijk winnen natuurlijk. Dus ik ga me wel focussen op die competitie. Maar de Europa League willen we natuurlijk ook winnen. Voor nu gaan we eerst maar verder simmen. En gaan we ook eerst naar de pers. Wie zie jij als potentiële aanvoerder? Voor wanneer Messi geen aanvoerder meer zal zijn, bedoel je, neem ik aan. Dat vind ik lastig om nu al te zeggen. Wie weet een Frenkie de Jong. Wie weet een Matthijs de Ligt. Beide goede spelers die al enigszins leiderschap eigenschappen in zich hebben. Maar zijn nog wel heel jong. Dus wie weet eerst daarvoor nog een Neymar bijvoorbeeld. Die de aanvoerder kan zijn. Het ligt ook een beetje aan hoe lang Messi door blijft gaan. Of hij bij ons zou willen blijven. En dat soort dingen. Dus vind ik een moeilijke vraag om nu direct antwoord op te geven. Of in ieder geval om direct zo iemand aan te kunnen wijzen van ja, dat gaat de aanvoerder worden. Dat weet ik gewoon zo nu nog niet. Heeft u nog een versterking nodig ergens in de selectie? Zo ja, waar? Nou ja, we zijn natuurlijk nog altijd in een herbouwingsproces, een rebuildproces. We zijn spelers aan het verkopen en spelers aan het kopen op grote basis. Dat is gebeurd en dat zal in de toekomst nog steeds gaan gebeuren. Er zijn nog steeds een paar spelers waar we vanaf zouden willen. En die zouden willen vervangen voor andere spelers. Die er gelijk zouden kunnen staan. En we moeten ook nog in de breedte versterken. Dus dan hoef je geen grote schakel hebben die direct in de basis gaat staan. Maar ook op de bank heb je gewoon ook nog diepte nodig. En daar willen we ook op versterken. Dus ja, we zullen zeker nog wel versterken. Ik kan daar niet zo één positie voor aanwijzen. Want vooral daar willen we versterken. Want dat is in ieder geval op zich qua basis. Heb ik het idee dat we best goed staan. Op een paar plekjes na. Maar voor, ja, in de breedte kunnen we eigenlijk overal nog wel versterkt worden. Zijn jullie van plan om Van Dijk te halen als aanvoerder? Nee. En dat is niet zozeer tegen Van Dijk. Het is meer het antwoord op van niet als aanvoerder. Van Dijk is een hele goede verdediger. Waar we naar gekeken hebben. En in de toekomst vast nog wel eens naar zullen kijken. Maar wij halen spelers gewoon op basis van hun kwaliteiten. Om ons op die plek, op die positie te versterken. En we halen geen spelers op basis van dat zou een aanvoerder kunnen zijn. Dat doen wij niet. Dat beoordelen wij binnen onze selectie zelf. Wie goed binnen de groep valt als aanvoerder, die maken wij aanvoerder. Dus nee, we kijken niet naar Van Dijk om hem te halen als aanvoerder. Nee. Dat was hem. Bedankt voor jullie vragen. Tot de volgende keer. Eindelijk is er een bod op Pjanic. Ik probeer al zo lang van hem af te komen. Het is geen heel hoog bod. Het is 48 miljoen op een waarde van 40. Ik hoop hem toch voor meer te kunnen verkopen rond de 60. Wat daar uiterlijk staat. Het is wel PSG, een team met geld. Dus we gaan onderhandelen. Hopelijk kunnen we alsnog 60 vangen. We gaan het gewoon proberen. Oké, here we go. PSG, Miralem Pjanic. 60 miljoen gewoon straight up. Geen extraatjes erbij. Het is nog onder die 61 wat als max stond. Wie weet gaan ze akkoord. Hopelijk lopen ze niet in één keer weg. Oké, dat is niet echt lekker. 55 miljoen dan. Dan gaan we al flink wat naar onder. Dit lijkt mij een prima deal
voor een team als PSG. En voor een 30-jarige Pjanic vind ik dat nog wel oké. Sevilla op het programma, maar ook Atletico Madrid komt er nog aan. En Madrid is degene die ik wil gaan spelen. Dus dat betekent dat we Sevilla gaan simmen. Is een risicootje. Ze staan daar, dat is niet verkeerd. Hoe zit het met de wedstrijd tegen Moskou? Oh, die zit na Atletico. Lekker weer dit schema. Goed, kunnen we dit wel simmen met de basis? Dat is wel fijn. Basis staat hier klaar. Ik laat Pjanic gewoon nog spelen totdat de deal zeker is. En dan ga ik of Pedri of Wiert starten. Voor nu laat ik dit gewoon zoals het staat staan. Mijn opstelling prima. Simuleren tegen Sevilla. Kunnen we winnen? Nee, we verliezen met 1-2. Jongens, de simresultaten vallen echt tegen. De deal is zeker. Pjanic is verkocht voor 55 miljoen. En het bestuur gaat 50,5 miljoen overmaken wanneer Pjanic daadwerkelijk vertrekt bij de opening van de volgende transferperiode. Oeh, daar is Suárez. Coach, als je me niet vaker selecteert, overweeg ik hier weg te gaan. Ik zeg, je hebt nog steeds een plek in de selectie, jongen. Alleen niet meer in de basis. Daar hebben we Haaland nu. En Wiertz, bedankt ons voor het vertrouwen. Ik ben trots op je, maat. Je speelt niet zo heel veel en je bedankt ons. Lekker bezig. Met de verkoop van Pjanic gaat nu Pedri naar de basis. En Pjanic verdwijnt helemaal naar de reserve. Wiertz gaat naar de bank. En dit is nu hoe onze opstelling eruit ziet. We hebben weer een bod op deze verdediger. Wat we gaan accepteren hebben we eerder gedaan. 5,7 miljoen. Eens kijken of die nou een keertje gaat vertrekken. We hebben een bod op Langley. Wel veel te weinig. Dat komt omdat Chelsea Jorginho in de deal gooit. Ik ga toch proberen te handelen. Er staat hier nog steeds dat we boven de 100 miljoen kunnen krijgen. En je weet nooit met een team als Chelsea. Waarmee zullen we beginnen? 105 miljoen, wat daar is afgewezen door Lyon. We gaan het gewoon proberen. Nou, gaan we dan. Onderhandelen met Chelsea. Die ruilspeler wil ik weg. Ik wil een nieuwe transfersom. 105 miljoen. Als we dat zouden kunnen vangen, dat zou toch grandioos zijn. Ze blijven weer een speler bij gooien. Nu is het Hatenboer plus 50 miljoen. Is al iets meer dan dat ze de vorige keer bij de speler gooiden. Maar ik wil geen speler. Nieuwe transfersom. Gaan we gewoon 100 miljoen. Eens kijken of dat prima is voor ze. 100 miljoen? Nee, nee. Ik denk dat EA dat gewoon verkeerd aangeeft. Wat zouden we moeten vragen voor Langley? En hier is de wedstrijd Atletico Madrid. We staan onderhand 4 punten achter op Bilbao. We moeten echt gaan winnen. Nou, ondanks dat ik wel zo sterk mogelijk wil aantreden, ga ik wel een paar spelers rusten in verband met de Champions League wedstrijd. Dus Pedri gaat even op de bank voor Wiertz. Fati mag erin voor Neymar. Suárez gaat starten in plaats van Haaland. Williams wil echt eens spelen, dus laten we dat maar eens even gaan doen op de plek van Davies. Garcia op de plek van, ik twijfel, De Ligt of Langley. Ina Mina Mutte Langley. En we gaan Puig starten op de plek van Donny van der Beek. Hiermee gaan we spelen tegen Atletico Madrid. Nou, daar gaan we. Atletico Madrid mag aftrappen. Laten we maar gewoon gauw beginnen. We hebben die punten nodig. Oké, hier is Wiertz. Balletje voor Fati, die komt aan. Fati geeft hem voor, dat is voor de doelman. Oblak, we houden balbezit. Messi kan niet tot een schot komen. Oké, Atletico Madrid hier in de aanval. En Ter Stegen met de redding. Hoekschop nu voor Atletico Madrid. Koppen we dit weg? Nee, niet helemaal. Maar nu de redding weer van Ter Stegen. Koke hier voor Atletico. Oh, de draai, maar geen goed schot. Oké, hier is Messi op de vleugel. Ik ga hem gewoon voorzetten. Kunnen we hierbij? Nee, maar wel een hoekschop. Jongens, niemand staat vrij. Hier is Fati. Naar Wiertz, nu met de kans. Nee! Nou, gaan we weer hoekschopje. En weer Oblak. We vangen hem wel weer op. De Ligt hier. Voorzetje Atletico. Daar zitten we in eerste instantie tussen. Jeetje, mijn team kan niet wegwerken. Maar we verdedigen alsnog wel uit. Wiertz op de vleugel. Ruimte voor een voorzet, maar daar zit een verdediger tussen. Dembele, als ik iemand niet wil zien scoren, ben jij het. Ik wil echt niemand zien scoren, maar het gebeurt wel. Oi, 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 oi. Atletico Madrid nu op voorsprong. En kijk ze eens even celebreren dan. Wat is dit nou? Oké.
1-0 en Dembele is erbij betrokken. Heeft de assist te pakken. Pijnlijk. Oké, ik mis wat stootkracht. Neymar en Haaland gaan erin komen voor Fati en Suarez. En ook mijn laatste wissel komt eraan. Wiertz gaat eraf voor Donny van de Beek. Hier is Messi. Oh, ik zit in focus mode om er toch nog een kans uit te slepen. De extra tijd is al voorbij. Kunnen we hier nog iets doen? Oh, Blak weer. Wat komt hij ook ver uit. En dan fluit de scheidsrechter af. We verliezen 1-0 en weer laten we punten liggen in de competitie. Schande. En de transfer van de verdediger is weer eens vastgelopen. Het zal ook eens niet. Ik sta er niet eens meer van te kijken. Nou, Moskou uit. En deze eerste wedstrijd ga ik dus eerst maar simuleren. Oh, en daar ligt ik laatje staan, man. Ik zou je best willen rusten, maar dat gaan we niet doen. Donny laten we ook maar gewoon staan. Ik zat te twijfelen. Lijkt erop dat mijn hele basis op zich ook kan spelen. Oh, ik heb echt spelers uit vorm en uit scherpte. Dat is niet normaal. Aarons gaan we wel even spelen op de plek van Dest. En dat is denk ik ook zo'n beetje de enige wijziging die ik ga maken. Pedri is nog een beetje over de zeik, maar dat moet wel goed komen nu die bijna iedere wedstrijd gaat spelen. Goed! Snel simuleren! Wat voor resultaat krijgen we? We verliezen 2-1. Ouwe, 3 op rij, verloren nu. Waarvan 2 gesimuleerd en 1 gespeeld. Deze carrière gaat niet... Ik krijg dit team niet aan het draaien. Met Ajax speel ik best lekker op het moment. Maar dit Barça-team, ik krijg het niet aan het draaien. Getafe, de volgende die we gaan simmen. Bestuur is niet blij, ik hoop dat ik mijn baan mag houden, man. Nu moet ik echt wel wat spelers rust gaan geven, want anders kom ik gewoon in de problemen. Garcia, ga er maar even in voor het licht. Suarez, erin voor Haaland. Wiertz, erin voor Pedri. Trincao, er maar even in voor Messi. Ja, ik moet heel veel spelers rusten. Mijn team is een beetje op aan het raken. Ja, doe ik maar Fati dan voor Neymar. En dat is het ook wel. Dat is het ook wel. Nou, snel simuleren. Nog een keertje. Dat wil ik sowieso verliezen met deze wissels. Oh, nu winnen we. 0-2 Suarez en Messi. Dank jullie wel. Meteen weer een bot op Langley. Dat is sowieso een... Ja, dat is een ruildeal. Davinson Sanchez erbij. Interessant op zich. Maar ik vind Sanchez geen Barca-speler. 24 jaar, 81 algemeen. Het is City. Die hebben de centen. Laten we gewoon maar weer gaan onderhandelen. Ruilspeler verwijderen. We doen gewoon een openingsbod van 100 miljoen. En anders gaan we maar gewoon onder die 100 zitten. Want nou ja, laten we eerlijk zijn. 100 miljoen voor Langley is ook al echt heel erg veel. Bod indienen. En ja, hier moeten ze wel... Dat je gewoon kan zeggen, ik wil geen speler. Weet je? Ik wil alleen straight up cash. Waar word ik me daar moe van? Maar goed. 100 miljoen lijkt gewoon te veel te zijn. 90 miljoen is al een hele sprong omlaag. Maar 90 miljoen... Wat is dit nou? We willen Langley. Maar meer dan dit gaan we niet voor hem betalen. Hoeveel zou je betalen zonder speler? Laat me dat eens horen. Oh, wel speler verwijderen. Nieuwe transfersom. 85 miljoen. I guess. Weer 5 miljoen eraf. Nu, we gaan echt al in grote stappen naar onder. Je moet het gewoon doen. Zelfs dit is te veel. Wat is normaal voor Langley? Nou, Moskou staat weer op programma. Suarez wil spelen. Ik zal het overwegen, jongen. Nu gaan we hem zelf spelen. En we hebben dus wat recht te trekken. We hebben dus echt even wat recht te trekken. Wat gaan we hier aan aanpassen? Langley maar even rusten. Hij is ook gewoon niet blij, terwijl hij elke wedstrijd speelt. Wat een man. Dest maar weer even af voor Aarons. En weet je wat, we gunnen het Suarez dan. Op de plek naast Messi, tussen Neymar en Messi in. Het trio gaat daar weer staan. En hier is waar we mee gaan spelen. Echt iedereen is een beetje een strede, zo'n straight face. Zo'n geel smiletje. Geen blij gezichtje zo'n Suarez, nee. Het ziet er niet al te best uit, jongens. Nee. Hopelijk gaan we winnen. Nou, daar gaan we dan. 1-2 achter dus. We zijn begonnen. Hopelijk kunnen we dit recht trekken. Oké, hier is Pedri. Moskou in de avond. Hoe komt hij nou ook in één keer zo zwaar er doorheen? Echt opeens. Helemaal. Kijk dan.
Waarom grijpt Frenkie die bal niet? Hij hoeft gewoon zijn been te strekken. Oké, hier is misschien een optie. Hier is Messi. Bal komt alleen niet aan bij Suarez. Oh, dramatische eerste helft. Bijna geen kansen. Het is alsof ik tegen een team speel wat de bus parkeert. Messi. En ja, eindelijk. Daar is een goal. Een hardnodige, broodnodige goal. Lionel, onze aanvoerder, is degene die ons even over de streep trekt. We zijn er nog niet, we moeten nog. Maar het begin is er. De start is er. 1-0 ligt in het net. Wat fijn. Oké, Suarez. Ik zie Neymar gaan. Neymar. Ai. Suarez, daar is Pedri. Krijgt de bal niet goed op zijn voeten. Twee wissels aan mijn kant. Wiertz en Haaland komen erin voor Pedri en Suarez. Oké, eens kijken. Hier is Neymar. Neymar. Naar Haaland. Oh, Haaland. Donny! Hey! In één keer Donny de ruimte. Wat fijn, wat fijn, wat fijn. 2-0. Oh. En met deze stand zouden wij door moeten gaan. Zonder tegendoppen. Dan zouden wij door moeten gaan. Dat is toch ook wel heerlijk. Dit vasthouden dus. En dan overleven we weer een ronde. Dat zou echt fijn zijn. Dat is gewoon nodig. Dit moeten we gewoon winnen, deze Europa League. Haaland. Balletje naar Wiertz. Oh, Wiertz. Oh, Wiertz. Ja. Ja. Wat een geluk dat hij hem binnenhield. Jongen, jongen, jongen. En zo is dat toch Haaland. Met de 3-0. Oh, nou echt scheidwedstrijden. Spelen we hier wel even een hele lekkere wedstrijd. Dat mag dan ook wel weer eens gezegd worden, vind ik. Haaland, het is hier ook een beetje gelukkig. Niet zozeer die paas, maar dat hij hier weer goed valt. En toen was het een kwestie van afleggen. En dan kon Haaland vrij inschieten voor 3-0. Oh, balletje naar Fati. Kan die meteen iets doen? Fati. Oh, redding. Ik versprak me bijna Neymar zeggen. Maar goed, schot zat toch niet. Donny naar Messi. Messi. Oh, dat is te ver. Maar ook een hoekschop. Nou, nog een laatste kansje. Is dat mogelijk? Matthijs de Ligt wordt gezocht. Hij komt en hij komt hem nog in ook. Matthijs, ik zag die boom van een kerel ook al staan daar. Met zijn nummer 6. Ik denk, dit kan hem nog worden ook. En ja hoor. Ja hoor. Hij doet het ook nog. En zo is het 4-0. En wordt dit ook wel de einduitslag. Ja. Hij fluit ook direct af na aftrap. Onze scheidsrechter. 4-0 is het. En zo gaan we gelukkig nog wel door naar de volgende ronde. 500.000 voor doorgaan naar de volgende ronde. Wauw, dat is in de Champions League toch wel echt meer. Maar goed, we zijn tenminste door. Oh, en we hebben nog een berichtje. Dat is blijkbaar Suarez. Die bedankt ons voor de speeltijd. Laat je niet gek maken, jongen. Weer een bot op Langlet. Dit keer met Hazard. Doorgaan Hazard. 83 algemeen wel. 27 jaar oud. Maar ik wil echt gewoon streden. Cash, mensen. Straight up cash. De waarde stijgt ook gewoon van... Er staat nu dat ik 130 miljoen zou kunnen vragen. Hoe dan? Nou ja, we gaan gewoon weer onderhandelen. Nou, dit gaan we niet doen. 130 miljoen stond er. Ik begin wel met 115, denk ik. Lijkt me wel prima openingsbod. 60 miljoen met wel weer een speler. Ta. Huh. En een doorverkoopclausule. Ta, wil ik ta? Wil ik niet echt, hè? Niet echt. Ruilspeler verwijderen. Nieuwe transfersom voorstellen. 100. 110. Daar halen we er weer 5 miljoen vanaf. En een... Oh, en blijkbaar nog een doorverkoopclausule. Nou ja. Oh, we hebben wel een deal! Met een doorverkoop... Oké, prima. 110 miljoen plus 3% doorverkoopclausule. Lekker hoor. Nou, na een mooie deal gesloten te hebben, is het nu Betis wat de volgende tegenstander is. Gaan we simuleren. We gaan naar teammanagement. En we gaan nu gewoon Garcia meteen maar even starten hier. Op de plek van Langlet.
Oh, dat geld van Lang Lek hebben we goed gebruikt. En het geld van Pjanic ook wel. En dat moeten we ook wel gaan versterken. Maar komt goed, komt goed. Komt allemaal wel. Nu even zien. Gaan we nog meer wijzigen? Ja, we gaan Pedri maar afhalen. Die gast die je zag rijden. Misschien beïnvloedt dat ook wel een beetje het resultaat. Ik heb geen idee. We doen dat maar eventjes. Dest. Hoe staat het met... Oeh, Ernst. Misschien komt dat wel door de speeltijd. Laten we maar even spelen. Gewoon Ernst. Huppakee. En... Van de Beek eraf. Wie heb ik nog meer hier? En misschien toch een keer je piano iets gebruiken. Nee. Dit is hoe we het laten. Hopelijk kan dit een winst pakken tegen Betis. Zou toch wel moeten, zou je denken, op papier. En ja, 0-4, dankjewel. Van de Beek, Messi, Van de Beek en Haaland zijn de doelpuntenmakers. Nou, en dan zitten we nu in een nieuwe maand. En dat betekent dus ook dat deze aflevering er weer op zit. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik zeggen, druk op dat duimpje omhoog, die like-knop en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Wil je meer zien? Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. Druk op die abonneerknop en meteen op dat belletje daarnaast. Dan zet je de notificaties aan en blijf je op de hoogte van alle nieuwe uploads. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Laters.